Bert van hun zijn trainersvisie nummer 4. Hoe reageerden de spelers na afloop van de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen ACV? Nou, toch wel erg blij, ik denk, uh, en vermoeid. Want het uh, ja, heeft toch wel wat kracht gekocht, zo'n uh, zo wedstrijd. Maar je zag wel een bepaalde opluchting van: uh, he, he, nu, lukt het, uh, nu lukt het wel. Uh, wat niet tegen Dover lukte, lukte nu tegen ACV wel. Dus dat proef je wel een beetje in de kleedkamer. Uh, was het opluchting of was het ook uh, echt uh, plezier in in het feit dat het uh, allemaal uh, lukte? Dat het, uh, het puzzeltje echt uh, op zijn plekje viel? Nee, eerst opluchting. Ik moet zeggen, later in, in de kantine en zo, toen uh, zag je veel meer de plezier van de prestatie, uh, hoe ze gespeeld hadden. Toen kwam het besef uh, wat meer. Je, het was ook niet een hele uitgelaten stemming na de wedstrijd, wat dat betreft. Dus, uh, maar goed, ik heb ook gezegd: je moet, uh, ja, dat mag nooit wennen het winnen van wedstrijden. Dus uh, nou, dat hebben we na de wedstrijd ook wel met elkaar uh, in die zin gevierd: van, uh, trots zijn op hetgeen wat je gedaan hebt en, uh, en blij zijn met wat je gedaan hebt. Ik kan me zo. Ontzettend goed voorstellen dat het heerlijk spelen is in, in zo'n team. En dat ze dat ook uh, uh, tot uiting laten komen. Merk jij dat uh, langzaam en zeker ook in trainingen? Ja, je merkt dat nu de groep wat uh, completer is geworden, dat iedereen onderdeel wil zijn van zo'n team, mee wil spelen, uh, gretig is, maar ook meteen laat zien als ze erin komen dat ze, dat ze onderdeel willen en blijven zijn van dat team. Dus ook de patronen die je dan wil zien, die voeren ze uit. Uh, het schik hebben met elkaar, dingen elkaar gunnen, dat zie je ook heel erg. Maar ook vooral elkaar helpen bij balverlies, want dat, uh, dat was zaterdag wel de sleutel. Uh, was uh, DVS nou zo ongelooflijk sterk of, of viel ACV je eigenlijk ook wel een beetje tegen? Ja, dat zullen we over een paar weken weten natuurlijk. Uh, ik vond dat ons veldspel goed was. Uh, ACV weet ik van dat ze meer kunnen brengen. Uh, dat gaat ook nog wel gebeuren. Maar op dit moment denk ik dat wij de, de klasse van ons, de juiste momenten, de juiste dingen doen. Dat dat de doorslag gaf. Nou uh, heb je een paar spelers op de bank zitten die uh, nou, eigenlijk ook uh, makkelijk in de basis uh, zouden kunnen zijn. Hè? Dit, dit wordt natuurlijk uh, Triggie uh, de komende tijd hè? Nou ja, weet je, kijk, dat is natuurlijk voetbal op dit niveau vraagt om keuzes te maken. Eh, voor een trainer is zeker. En uh, spelers weten dat er altijd iemand achter zich staat uh, die ook op die plek wil voetballen. Dat hoort. Ze willen altijd dubbele uh, posities uh, bezet hebben. Nou, dat hebben wij voor elkaar dit jaar bij DVS. Ja, die gretigheid is enorm. Gisteren op de training zag je het alweer. Het is niet een hersteltraining. Het is gewoon weer uh, volle bak erop. En uh, ja, dat zie je deze groep en dan zie je het niveau ook stijgen. Is het een uh, valkuil of uh, is het juist goed concurrentie? Nou ja, in principe is concurrentie goed. Omdat je weet, na de winterstop is het heel erg handig dat je het hoge niveau blijft houden. Voor de winterstop is het altijd van dat jongens natuurlijk een beetje teleurgesteld raken als ze niet spelen. Stel, ik ben uh, analist van uh, Spakenbrug. Die zat natuurlijk ongetwijfeld op de, op, de, op de tribune. Is een ploeg als DVS uh, makkelijk te analyseren of juist moeilijk? Nou, ik denk dat, uh, dat DVS lastig te analyseren is. Uh, dat heeft te maken met de creatieve spelers binnen ons team. Als je net als je probeert uh, bepaalde patronen te ontdekken binnen dit elftal. Uh, deze jongens zijn zo creatief, die doen elke keer wat anders. Net wat er in hun hoofd opkomt. Uh, dus in die zin is het lastig om ons te analyseren. Uh, maar aan de andere kant, ja weet je, de analisten zullen van dusdanig niveau zijn dat ze heus wel tussen al die creativiteit heen uh, tot keuzes kunnen komen die ze zien. Standsituaties kun je analyseren, speelwijze op zich kun je analyseren, formatie kan je analyseren. Maar goed, uh, zaterdag na één minuut kan je dat soms alweer overboord gooien. De mannen voorin lieten natuurlijk inderdaad hele creatieve dingen zien. En daar geniet het publiek ten volle van. Maar ik denk dat je ook wel tevreden moet zijn over de verdediging in de middellinie. Nou ja, ik, ben, ik was over het algemeen heel erg tevreden over de teamprestatie, omdat uh, iedereen elkaar enorm hielp. En of dat nou voorin was, voorin zetten we snel druk op de bal, waardoor het middenveld weer geholpen wordt. Dan hoeven ze minder snel keuzes te maken en daardoor ook minder druk op de achterhoede. En uh, alles was overzichtelijk op dat moment. Dus met elkaar hebben ze per linie dat verdiend. En uh, zeker ook als je ziet na een tegenvaller zoals de pal uh, uitvalt als keeper. Nou, we zijn niet in paniek geraakt. We zijn rustig door blijven gaan met hetgene waar we goed in zijn. En, uh, dus ik denk dat het een uh, collectieve prestatie was. Je ziet toch heel veel bij heel veel clubs pijntjes na die eerste weken van training en na de eerste competitiewedstrijden. Het valt me op dat het bij DVS enorm meevalt. Ja, weet je, dat is altijd zo. Einde van het seizoen, dan, uh, dan nemen we de stand mee in uh, blessures. En in het begin van het seizoen, iedereen wil dus onderdeel zijn van zijn elftal. Een pijntje verzwijgen ze dan. Echte pijntjes kunnen ze echt niet uh, wegstoppen of zo. Daar is onze medische staf uh, te goed voor, om het zo maar te zeggen. Dus uh, nee, ze, ze, ze piepen niet zo heel erg snel. En ze weten ook dat, dat je pijn moet willen leiden om uh, tot succes te komen. Spaakburg uh, vergt wel een terdege voorbereiding, uh, Bitte. Ja, maar is iedere week. En uh, Spakenbrug weet ook dat ze iedere week favoriet zijn. Wij weten dat we op dit moment sterk zijn en dat we met volle, volle vertrouwen naar Spakenbrug toe gaan. Je weet wat je daar kan verwachten. Hè. Spakenbrug gaat natuurlijk uh, vol gas geven. Dat moeten ze dus ook wel in thuiswedstrijden. Dat hoort ook bij zo'n vereniging. Nou, dan moet je je tegenwapenen, maar ook verder zorgen dat je je eigen spel uh, op de mat legt. Zaterdag om drie uur. Hè? Ja, om drie uur ja. Gaan we er weer van genieten, bed, hopelijk. We hebben er heel veel zin in. Okay. Heel veel succes ermee. Dankjewel.